Nog 50 meter. De start is gevallen. Goede start voor Fien Wielinga. Goede start aan de buitenzijde voor Freya van Jip. En goed gestart ook paard nummer 3, Glenda Gamelet. En zo gaan we door de eerste meters op weg naar de overkant van de baan. Gaat aan de buitenzijde Freya van Jip nu de leiding overnemen van paard nummer 1, Fien Wielinga. Freya van Jip, Fien Wielinga met een kontreactie. Glenda Gamelet en Mats Wester kijkt eens opzij. Ziet hij de man die hij wel vaker heeft gezien, Tom Kooijman. Want ze zaten aan hetzelfde entrainement. En die mag de leiding overnemen. Glenda Gamelet, nieuwe koploper. Freya van Jip op plek 2. Wordt dat een rokade? Of niet, ik denk het haast wel. Mats Wester maakt in ieder geval aanstalt om naar buiten te gaan. Maar blijft toch zitten en dan komt aan de buitenzijde al Langeweg Junior naar voren. Met zijn nummer 4, Hulkvrij Nesse, de favoriet. Paarden komen in de rechte lijn. Glenda Gamelet krijgt de aanval aan de buitenzijde van opkomende Hulkvrije Nesse. Daarachter Freya van Jip en ook een mooie positie is er voor Dumario Metjo. Terwijl vooraan Kooijman die favoriet van 1,20 opvangt. Maar hem nu toch maar laat gaan als we afkoersen op 2 rondes van huis. Vangt hem toch op aan de binnenzijde. Glenda Gamelet wil niet zonder slag of stoot die kop afgeven. Aan de buitenzijde moet Hulkvrije Nesse daardoor even aanpakken. En kan Mats Wester zo dadelijk weer mooi naar tweede spoor. Want Dumario Metjo loopt voor ons nog niet echt helemaal eroverheen. En aan de binnenzijde is er een eerste aansporing voor Fien Wielinga. Daarachter komt Wortel in het tweede spoor met een mooie paard voor zich eraan. Met zijn Francisca HPK. En deze paarden hebben dan wat voorsprong op 1 deelnemer die op dit moment even wat terrein verloren had. En dat is paard nummer 7. Emir Frisia. Paarden komen weer in de rechte lijn voor de tribune. En dan zo dadelijk bij het passeren van de finish nog 1 volledige ronde te gaan. En het is aan de kop van het veld die nummer 4. En dat is dan niemand minder dan Hulkvrije Nesse. Heeft een lengte voor. Op de tweede plaats erachter dan de nummer 3 van Glenda Gamelet. Achter Glenda Gamelet aan de buitenzijde dan opkomend de 9. Terwijl daar ineens zomaar de ruimte ontstaat. Althans, dat denkt Mats. Maar Peter Wortel denkt er even anders over. Maar hij is wel zijn plekje kwijt. Want die Freya van Jip die komt inmiddels aan de buitenzijde naar voren. We gaan af op de overzijde van de baan voor de laatste maal. Vooralsnog ziet het er aan kop goed uit voor Hulkvrije Nesse. Op de tweede plaats daarachter echter gaat nog altijd goed mee Dumario Metjo. Aan de buitenzijde komt daar dan ook de aanval van Freya van Jip. En deze paarden hebben dan het voorsprong op Francisca HPK. Freya van Jip die gaat nu naar het buitenste spoor om te kijken of er vooraan misschien nog wat te halen valt. Hugo Langeweg junior kan er misschien wel niet gerust op zijn. Freya van Jip inmiddels naar plaats 2. Maar ja, die laatste rechte lijn is natuurlijk niet zo lang. En het ziet er goed uit voor Adriaan Uiterbosch en Hulkvrije Nesse. Laatste rechte lijn en Hulkvrije Nesse die gaat van zijn langs al zijn leven niet meer geklopt worden. Wint het hier zoals een favoriet. Een groot favoriet dat moet doen. Tweede, heel knap. De 2, dat is Freya van Jip. Derde wordt de 9. En dat is Dumarion Metjo. Voor de 1, Fien Wielinga. En de 8, Francisca HPK.